Ja, binnenkort is het zover. Hè. Dus ik ga trouwen met Anne Sterks. Ik ben hier in Gent in het park van de Sint-Pietersabdij. En prachtig is dat hier met die bloesemende bomen. Ik ben hier eigenlijk toevallig in een trouwbeurs beland. Zeg, amai, zo'n beurs is wel, nu wel niks van mij. Geen materiële dingen. Hè, want trouwen, dat is eigenlijk overgave. En daar wil ik iets over zeggen. Want het is echt een mooi moment. Anne heeft er eigenlijk voor gezorgd in de laatste jaren dat mijn hart terug opengekomen is. Na een scheiding was dat gesloten geraakt. Een soort angst, voorzichtigheid, afstand behouden, argwaan bijna zelfs. Maar dat is voorbij. Ik kan me nu openstellen en binnenkort is het zover. Dan ga ik ja zeggen. Hè. En dan ga ik ook. Ik heb al het ja-woord gevraagd, een huwelijk gevraagd. Een heel emotionele moment. Trouwen is een zaak van gevoel. Terwijl, ja, als je dat dan meldt aan mensen in de voorbije maanden, dan zijn er wel veel die blij zijn. Zo. Van, wauw, tof, tof, goed nieuws. Er is terug goed nieuws. Iemand geeft zich over aan het schone. Een stukje romantiek. Maar ook veel, veel dieper gaat dat eigenlijk. Dat voor ons dat heel diepe betekenis in de eigen leven, maar ook in de wereld. Ja, kiezen voor het goede, voor het leuke van het leven, voor het mooie. Een aantal mensen reageerden ook wel helemaal anders. Die hadden een zeker cynische reactie, zo van, trouwen? Hè, waarom trouwen? En vooral de woordje nog, zo van, waarom nog trouwen? Dat is toch niet meer van deze tijd, wie doet er dan nu nog trouwen? En ik ben er eigenlijk over gaan nadenken, want telkens als ik dan zo'n reactie kreeg, dan had ik wel een zekere, ik verschoot er wel van, zo. Ik was verrast. En ik voel dan bij die mensen een soort van pijn eigenlijk. Zo van, het confronteerde eigenlijk misschien met hun eigen hart die gesloten geraakt is. Na ook misschien een scheiding of misschien in hun eigen levensloop nog nooit echt open geweest is. Nog nooit echt durven gaan, overgave, vertrouwen. Vertrouwen in een keuze die gemaakt en dat die weg mooi zal zijn. En die waarom-vraag, dat is een domme vraag. Dat is geen goede vraag. Want er zijn geen redenen. Blaise Pascal heeft het al gezegd. Die zei van, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Het hart heeft geen redenen, er zijn geen oorzaken, geen argumenten. De reden kan er ook niet bij. Het is gewoon een gevoel, de flow van het leven. En geef je het terug over. Kijk naar de hart en laat je pakken door iemand anders eigenlijk. En in mijn geval is dat Anne. Voilà, en binnenkort is het zover. En het is een schone dag vandaag. En ja, voilà, dat wou ik alleen maar een keer zeggen.